Soms heb je heel erg buikpijn en denk je, ik blijf vooral heel stil zitten. Maar bij galstenen heb je juist enorme, wat wij noemen, bewegingsdrang. Heb je bewegingsdrang? Nee, absoluut niet. Oké, galstenen gaat een beetje naar beneden. Waarom is het voor een arts zo moeilijk om te ontdekken waar je last van hebt? De Universiteit van Nederland presenteert internist professor Dr. Marcel Levy. Dank u wel. Het is inderdaad voor een dokter een van de meest moeilijke dingen om een diagnose te stellen. Iemand komt met een klacht en je moet erachter komen wat hij of wat zij heeft. Iemand komt met hoofdpijn en je denkt, zou het migraine zijn? Of misschien spanningshoofdpijn? Misschien toch een hersentumor? Of misschien wel een vaatafwijking in het hoofd? Hoe kom je daar nou achter? Dat is echt best heel lastig. Ik herinner me, toen ik zelf beginnende dokter was, waren mijn eerste patiënten die kwamen met slikklachten of huidafwijkingen of geelzucht. En dacht, mijn hemel, hoe kom ik er in hemelsnaam achter wat ze hebben? En nu ik wat verder ben, denk ik nog steeds af en toe bij een patiënt, die klacht is wel duidelijk, maar wat zou de diagnose zijn? Daar gaan we het nu over hebben. Er zijn verschillende strategieën om een diagnose te stellen bij een patiënt. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar ik zal 3 belangrijke strategieën noemen. De eerste wordt door veel dokters gedaan, dat is patroonherkenning. Eigenlijk heel simpel. Je ziet een patiënt en die zegt, nou, ik ben flink afgevallen de laatste tijd. Ik moet heel veel plassen. Ik heb heel veel dorst. Ik voel me eigenlijk helemaal niet lekker. Wat zou die hebben? Suikerziekte. Patroonherkenning. Je denkt, nou, die klachten die ken ik, die herken ik, die heb ik vaker gezien. Dit moet suikerziekte zijn. Dat is natuurlijk heel efficiënt, heel snel en vaak ook goed. Er is 1 probleem met deze strategie. Het werkt niet bij zeldzame ziekten, want ja, die heb je meestal niet eerder gezien. Dus ja, hoe kan je die dan ook herkennen? En in de tweede plaats is het probleem dat beginnende dokters dit niet kunnen. Nou weet ik niet of u een beginnende dokter bent of al een gevorderde dokter bent, want u kon het in 1 keer. Maar als het een beetje ingewikkelder wordt, dan moet je toch wel wat ervaring hebben om patroonherkenning te kunnen doen. Dus dat is het nadeel. Verder is het prima. De tweede strategie ben ik niet zo'n aanhanger van, dat is de mitrailleurstrategie. Iemand komt met een klacht, weet je wat, we doen elke labtest die we kunnen verzinnen en elke scan die er in het ziekenhuis te maken is. En dan wachten we tot de uitslagen binnen zijn en ergens zal wel iets op te zien zijn. Het probleem met deze strategie is dat je altijd wel wat vindt. Die onderzoeken zijn allemaal niet zo heel goed en niet zo precies. En die hebben ook vals positieve uitslagen. Uitslagen die je op een dwaalspoor brengen, ruis. Dus het levert eigenlijk heel weinig op. En vooral veel kennis waar je niet veel aan hebt. En de derde strategie is eigenlijk de beste strategie. En die proberen wij ook aan de medische studenten te onderwijzen. En dat is de strategie van het klinisch redeneren. Dat is eigenlijk een Sherlock Holmes strategie. Waarbij je stapje voor stapje door informatie te verzamelen, van de patiënt dingen te weten te komen, dingen te vragen, de patiënt te laten vertellen, goed te luisteren, stapje voor stapje de puzzel op weet te lossen. En dan kan je vervolgens gericht onderzoek doen en kijken of deze diagnose klopt. Nou, mevrouw De Bruin die is met mij meegekomen vanavond. Welkom en heel hartelijk dank dat u hier wilt zijn. We gaan het hebben over waar u last van hebt en dan gaan we kijken of we gezamenlijk de diagnose kunnen stellen. En laten we maar focusseren op de klacht die erg op de voorgrond staat en dat is volgens mij buikpijn. Ja, ik heb regelmatig last van buikpijn. Behoorlijke pijnlijke krampen eigenlijk. Gaat dat in golfbewegingen? En is het een beetje buikpijn en een beetje misselijkheid? Of is dat toch wel zo heftig dat je bijvoorbeeld niet naar je werk toe kan? Het is behoorlijk heftig. Ik lig echt op de bank. Ik kan ook uit ervaring vertellen dat het pijnlijker is dan weeën. Nee, het is behoorlijk pijnlijk. En heb je dat vaak? Ja, dat heb ik wel regelmatig. Een paar keer per maand ongeveer. Een van u die misschien wel een idee heeft wat hier aan de hand zou kunnen zijn? Wat schiet er door uw hoofd als aankomende dokters? Darmprobleem. Oké, misschien is het wel een darmprobleem. Kan natuurlijk heel goed, hè? Darmen zitten in je buik, buikpijn. Van darmproblemen krijg je buikpijn. Kunt u nog iets specifieker zijn dan darmprobleem? Wat voor darmprobleem dan? Ziekte van Crohn, zo, dat is een chronische darmontsteking. Ja, dat gaat gepaard met buikpijn, dat gaat gepaard met diarree, dat zou ook nog wel eens kunnen. Ja,
Galstenen, dat is ook een hele goede suggestie. Dat is pijn die zit vooral in de bovenbuik. En die is heel typisch. Dan kunnen mensen niet stilzitten van de pijn. Soms heb je heel erg buikpijn en denk je, ik blijf vooral heel stil zitten. Maar bij galstenen heb je juist enorme, wat wij noemen, bewegingsdrang. Heb je bewegingsdrang? Nee, absoluut niet. Oké, galstenen gaat een beetje naar beneden. Maar het was een hele goede suggestie. En je ziet, met een simpele vraag kan je hem waarschijnlijker of onwaarschijnlijker maken. Wat zou u willen weten van deze mevrouw? Als u op zoek was, of het een relatie heeft met het eten. Hele goede vraag. Als je het altijd hebt, als je aardbeien eet, dan weet ik ook niet welke ziekte dat is, maar dan heb je in ieder geval een idee. Is er een relatie met eten? Ik heb het al vrij lang regelmatig aanvallen van buikpijn. En ik heb nog nooit een relatie kunnen ontdekken met eten. Hoort je wat ze zegt? Ze heeft het al vrij lang. Hoe lang? Eigenlijk al vanaf mijn derde, dat we weten. Goed, zijn er nog andere dingen die u zou willen weten? Eigenlijk zeggen twee mensen nu hetzelfde. U vraagt, komt het voor in de familie? En u vraagt, hadden uw ouders het ook? Er lijkt een relatie tussen deze vragen te bestaan. Komt het voor in de familie? Ja, mijn moeder heeft hetzelfde. En mijn zusje, eigenlijk alleen tijdens de zwangerschappen, maar heeft ook deze ziekte. Heb je nou andere ziektes? Andere dingen die anders zijn als bij andere mensen? Dingen die bij jou ook opvallend voorkomen? Ik heb ook regelmatig aanvallen van zwellingen. In mijn arm of in mijn voet of in mijn keel, in mijn gezicht, mijn lippen, mijn wangen, ledematen. Zwellingen, dus dat bedoel je, het wordt dik. Ja. Zomaar. Ja. Zwellingen. Misschien goed als dat eventjes als vertrekpunt gebruiken, want bij zwellingen dan denk ik van ja, dat zijn toch meestal vochtophopingen. Dus het is... Deze mevrouw heeft kennelijk een ziekte waarbij zich zo nu en dan een vochtophoping voordoet. En ja, je zou kunnen verzinnen dat die vochtophoping misschien ook het buikprobleem kan veroorzaken. Dat veroorzaakt wordt door een zwelling in de buik. Hoe zouden we daarachter kunnen komen als we dit idee hebben? Onderzoek doen als ze pijn heeft, briljant. Dus vooral niet onderzoek doen als ze geen pijn heeft, want ja, dan is de trefkans minder. Maar als ik kan zeggen, nou, als je een keertje zo'n buikpijnaanval hebt, kom naar het ziekenhuis. En wat voor onderzoek zou je dan willen doen? Iemand een idee? Een echo of een scan, whatever. Beeldvorming. Goed idee. Hebben we gedaan. Buikpijnaanval. Een scan gemaakt. Dit is zo'n scan. Dit is een CT-scan wat u hier ziet. Dit is niet van onze patiënt. Dit is een normale CT-scan. En wat u ziet is het is een beetje als dat weesmeisje waar het in plakjes wordt gesneden. Dus het is een dwarsdoorsnede door iemand heen. We zitten op het niveau van de bovenbuik. U moet zich voorstellen, de patiënt ligt op zijn rug met zijn benen naar u toe en met zijn hoofd aan de achterkant van het scherm. Dus dit is de rechterkant en dat is dus de linkerkant. En ja, hier zit een heel groot orgaan, hè, dat kunt u zien. En dat is de lever. En hier ziet u dan bijvoorbeeld de wervel. Dus dit is een beetje de oriëntatie die je hebt. En je kan nog veel meer zien op de scan, want eventjes een testje. Wat denkt u dat dit orgaan is, hier links in de buik? De milt, heel goed. Daar zit de milt. En dit ding, wat hier voor de milt zo zit, in de bovenbuik? De maag, heel goed. Zit vol met lucht en vocht. Dat verwachten we ook van de maag. Oké, dus dit is een normale scan. We kunnen ook een paar niveautjes lager gaan. Dat is deze. En dan zijn we wat lager. Hier zie je het laatste stukje van de lever. En daar links ziet u nog wat darmen zitten. En wat zijn deze grappige dingen? Kijk, het wordt al gezegd, de nier. Moet een beetje opschieten. Oké, dus dit is allemaal normaal. En nu de scan die we maakten bij de patiënt die klachten had van buikpijn. En die zag er toch een beetje anders uit. Want wat je hier opvalt is dat... Ja, die gekke ronde structuren, dat is allemaal darm, maar die zijn enorm opgezwollen. Dus dat darmprobleem, dat was zo'n gek idee nog niet. Opgezwollen darmen, vol met vocht, dat is dat grijzige hier, en hele dikke darmwanden. Dus inderdaad, het buikprobleem lijkt ook een vochtprobleem te zijn. En zoals deze mevrouw af en toe vocht in haar arm, in haar been, of in haar maag, of in haar darmen heeft, heeft ze dat ook af en toe in de buik. En dat geeft dus hele heftige pijnaanvallen, diarree en overgeven. Dus we weten eigenlijk al een beetje wat het is. Waar komt dat vocht vandaan? Dat vocht komt waarschijnlijk uit de bloedvaten. En die bloedvaten die lekken dus kennelijk op momenten bepaald vocht. Nou, dan moet je even in de boeken. En dan vind je dat het stofje wat bepaalt of vocht in de bloedvaten blijft, of ze toch een beetje doorlaatbaar worden voor vocht,
dat dat bradykinine heet. En waarschijnlijk zit er dus een foutje in het DNA, waardoor er dus te veel bradykinine is en er af en toe vochtophopingen ontstaan die een dikke hand, een dikke voet of een buikpijnaanval kunnen veroorzaken. Die ziekte heet hereditair angioedeem. Het is een zeldzame ziekte. Bij iedereen die bij de huisarts komt met buikpijn zal vrijwel niemand deze ziekte hebben. In Nederland hebben enkele honderden mensen deze aandoening. Maar u ziet hoe eenvoudig het is door met wat simpele vraagjes en een goed getimed onderzoek toch die diagnose te kunnen stellen. Oké, we hebben een diagnose. We hebben ook een behandeling. Het is misschien goed om eventjes bij je terug te komen. Ja, ik gebruik medicijnen. Ik gebruik Danazol, 100 milligram per dag. En met die pillen heb je dan nog vaak aanvallen? Nee, dat is gelukkig echt mooi preventief. Dus daar heb ik eigenlijk bijna nooit meer aanvallen mee. Goed, wat ik u eigenlijk met u heb willen delen in dit kleine college is hoe moeilijk het soms kan zijn om van een klacht naar een diagnose te komen. Zeker als dat niet een heel erg voor de hand liggende diagnose is. Dat je aan de andere kant toch door zorgvuldig wat vragen te stellen, proberen logisch te denken, wat wij dan noemen klinisch te redeneren, je uiteindelijk toch in staat bent om ook op deze manier zeldzame ziekte te diagnosticeren, dat je daar eigenlijk maar één fotootje voor nodig hebt en dat het dus helemaal niet zinvol is om daar een hele batterij aan testen op los te laten en uiteindelijk maar één labtestje, als je van tevoren maar het denkwerk hebt gedaan. En dat leidt dan uiteindelijk wel tot een diagnose die ook niet zo heel erg lang op zich hoeft te laten wachten. En u heeft gezien, u kan het zelf ook voor een heel belangrijk deel. Oké, dat is diagnose. Diagnose wordt natuurlijk gevolgd door therapie. Daar hadden we het net al eventjes over. En dat is het spannende van de geneeskunde. Momenteel is er juist op dat therapiegebied zo enorm veel nieuws onder de zon en is er zo enorm veel mogelijk. Maar daar ga ik u in het volgende verhaal iets over vertellen.